passie leggen bij FC Utrecht. Ja, wat gaat deze wedstrijd opleveren? Met in ieder geval flink wat slingers op het veld. Het feestje van de Eredivisie in 2020 is dus begonnen. En zo begon 2020 voor onze FC. Met aanwinst Jeroen Soet in de basis mochten we aantreden tegen PEC Zwolle. Een overwinning leek vlak voor tijd veilig te zijn gesteld. Maar in de slotfase werden we toch nog verrast. Hamer. Door naar Johnson. Langs alles en iedereen. Daar is het! Gelijkmaker! Nakayama! Er volgde een reeks van wisselvallige prestaties. Er werd gewonnen van ADO Den Haag en ook van FC Twente, maar tegen VVV Venlo en Willem II speelden we twee keer met 1-1 gelijk. En tegen RKC werd zelfs een sportief dieptepunt bereikt. Maatsen, Kouwara, niet helemaal scherp. Maatsen en daar is de 2-1 voor RKC. Geklungel bij Kouwara. 2020 bracht een slechte start met zich mee. En daar waren we als supporters echt doodziek van. Het is een typerende wedstrijd voor dit seizoen. De vechtersmentaliteit ontbreekt. Verkeerde wissels, wederom. Verkeerde basis. Schutterende spelers. Geen mentaliteit nogmaals. Geen lijn in het spel. Nee. Geen techniek lijkt het wel. Geen identiteit. Geen communicatie. Nee. Eigenlijk week in, week uit dezelfde podcast. Elke week hetzelfde team met precies dezelfde problemen. Totaal geen beweging voorin. Ze doen maar wat. Ja, en dit jaar had ik echt het gevoel dat we een aantal spelers hadden die bij elkaar ervoor konden zorgen dat je juist dat soort wedstrijden wel gaat winnen. Ja. En het lijkt wel alsof het nog erger is als in alle voorgaande jaren. Ja. Ondanks een nederlaag in Waalwijk kon John van der Brom het toch opbrengen om hoopvol naar de bekerwedstrijd tegen Ajax te kijken. Zet om in ieder geval woensdag te staan. En geloof mij, dat gaat echt wel gebeuren. Daar ben ik ook niet bang voor, dat weet ik ook wel. Want daar is de beker een apart doel. De wedstrijd tegen Ajax is daar wel van eminent belang in om dat waar we het nu allemaal over hebben te brengen. En als we dat niet doen, dan houdt het op, hè. En wie had dat gedacht? John van der Brom kreeg gelijk. En wij, de Utrecht supporters, maakten op woensdagavond 4 maart van de Galgenwaard een echte heksenketel. Waar Ajaxide nog steeds, s'nachts, zwetend van wakker zullen worden. Om een plek in de finale. Baarbek. De overtreding. Leeft de vrije trap op. Penalty.
Gustafsson schoot ons naar de finale. En voor het eerst in 2020 konden we genieten van een echte Utrechtse overwinning. Maar daar bleef het niet bij. Want slechts een paar dagen later denderden we door in de competitie. Kleiber! Een revanche-schot. 72e minuut. En zet Utrecht op een 5-0 voorsprong. Een 5-1 overwinning op Sparta. Het lijkt niet op te kunnen bij FC Utrecht. Maar net als het begint te draaien bij onze FC, slaat het coronavirus toe. En ook de voetbalwereld ondervindt de gevolgen hiervan. Eerst worden alle voetbalwedstrijden voor de maand maart in Nederland geschrapt. Maar al snel blijkt dat we nog lang niet af zullen zijn van dit virus. Het kabinet verbiedt sport tot 6 april. Maar al snel wordt die deadline verschoven naar de 28ste van april. Na enige tijd aanmodderen van de KNVB werd op 24 april duidelijk dat de competities niet uitgespeeld zouden worden. Met alle gevolgen van dien. FC Utrecht eindigde met een wedstrijd minder gespeeld op de 6e plaats in de Eredivisie. Maar belangrijker was dat de KNVB besloot dat er dit jaar geen bekerfinale werd gespeeld. Iedereen weet dat er bij bekerwinst een plek in de Europa League's groepsfase wordt bemachtigd. Maar die plek schoof de KNVB door naar de competitie, waardoor Willem II Europa inging. Het voelde bij ons als onrecht. Sterker nog, het was onrecht. En FC Utrecht ging dan ook in beroep. Op een hele intensieve manier alles verzameld om ook richting UEFA, die eind mei een besluit zou nemen, aan te geven dat dit proces over moet. Uiteindelijk koos de UEFA de kant van de KNVB. En dat ging er bij ons, de supporters, echt niet in. Je kan bijna niks meer anders denken dat ze KNVB en UEFA onder een hoedje spelen, toch? Maar het is geen eens een complottheorie meer. Nee. Het is gewoon puur de waarheid. Ja. We worden openlijk genaaid. Iedereen weet het, iedereen staat erbij en we kunnen er niks aan doen. Al helemaal niet omdat clubs het ook zien en achter de schermen tegen Utrecht zeggen och, wat is jullie aangedaan. Maar naar voren stappen en zelf de mond open doen, openlijk, dat doen ze ook. Dus in Nederland ooit het bewijs willen hebben dat we hier net zo corrupt zijn als in andere landen om ons heen, dan is dit daar wel het bewijs van, denk ik. Echt bizar wat hier gebeurt. Hoe boos wij ook waren en hoe zwaar onterecht het ook was, we konden er niks aan veranderen. Er moest dus een streep onder. We moesten door. We moesten kijken naar volgend seizoen. In het nieuwe seizoen dan maar op een voetballende manier wraak nemen. Dat was het enige wat we konden doen. Het gevoel was in de zomer van 2020 bij iedereen goed. We bestonden 50 jaar. Dus dit jaar moest het echt gebeuren. En om die reden werd er een ambitieus plan op tafel gelegd. We hebben toch het streven om de top 3 aan te gaan vallen, Kees. We hebben een fantastisch elftal op dit moment. Ik kijk me er dreigend bij aan, Frans. Ja mensen geloven het niet, maar het gaat toch gebeuren. Ja. Op papier kregen we inderdaad een sterke selectie. Eljo Elia, Mimou Mahi, Moussa Silla, ze kwamen allemaal bij FC Utrecht. Maar het wilde er niet uitkomen. We verloren al heel snel punten tegen VVV, Heerenveen, Groningen. En tegen Heracles was het een complete off-day. Trainer John van den Brom had het wel gezien en hij vertrok naar Genk. René Haken kwam op zijn plaats te zitten. Maar het lijkt wel alsof John van den Brom in de toekomst kan kijken. En dat hij zag wat er ging komen. Nederlagen tegen Ajax en PSV. Tuurlijk, dat kan gebeuren. Maar ook gelijkspel tegen Pek Zwolle, Feyenoord, ADO en Fortuna. En de supporters waren er absoluut niet over te spreken. Ja. Wat moet ik er verder nog van zeggen, Maurits? Ja, nee, ik weet het. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Ja. Ik kan het echt niet meer opbrengen nu om ook maar iets positiefs te zeggen. Want er is gewoon niks positiefs. Ik denk, kan je godverdomme alsjeblieft eens een keer in de spiegel kijken met z'n allen? Ja. Als je zelf het initiatief moet hebben, dan is het er gewoon niet. Nee. Er zit geen creatief vermogen in. Nee. Je weet niet te scoren, je weet niet de nul te houden, je weet geen uitwedstrijd te winnen. Thuis weet je al wekenlang niet te winnen. Er zijn 13 of 14 wedstrijden onderweg. We hebben twee hebben we gewonnen. Zorg blijven we volhouden, jongens. De volgende wedstrijd blijven die winnen met 5-0. Ja. Houd toch eens op, man. Ondanks de woede, de frustratie en de onvrede blijven jullie wel altijd achter onze club staan. En zelfs in coronatijd waren er sfeeracties. En geloof me, dat hebben die gasten van het eerste gezien. En hebben er nog steeds kippenvel van. 2020 was niet ons jaar. En ontevredenheid overheerst nu misschien. Het was een extreem wisselvallig jaar, waarin weinig viel te juichen. Maar dat kwam vooral omdat we niet naar het stadion van ons clubje mochten.
juist wanneer de club ons het meest nodig had, mochten we niet komen. Maar beloof me nou één ding. Als wij er straks weer mogen zitten, dan gaan we met z'n allen. Want ook bij mindere prestaties blijven we ons clubje steunen. En samen, alleen samen, kunnen wij Utrecht er doorheen spelen. En durf je hier te komen speulen, maar dan krijg je het goed slecht. We houden de puntjes hier, we houden de puntjes hier.